Wat is dat nou weer? Kijk, dit is wat ik leuk vind. Ik ben helemaal van de wereld, voel me helemaal verslagen. Want je hebt soms van die dagen dat je opstaat met vragen. Wat te doen, waar moet ik heen? Moet ik werken vandaag? Zondag, maandag, dinsdag, woensdag, shit, ik ben nog wel traag. Toch even, hoe zit het nou met ons, vrouw technisch gezien? Jij een hiphop god, ik rockster, doe iets fout misschien. Waarom hebben wij geen chickie? Je vrouw in onze hand. Kom op, doe even mee, dan voel ik je aan de tand. Vrouw technisch voor ons is als lezen met dyslexie. Want hoe het er ook staat, het begrijpen kan ik echt niet. Ik word helemaal emotioneel van het vrouwen-issue. Ik snijd mijn neus maar in een zojuist gevouwde issue. Begrijp me niet verkeerd, ik geef het je wel te verstaan. Om het al ben ik best blij met mijn vrijgezellig bestaan. Geen gedoe, maar zo af en toe zou het wel leuk zijn. Hé, ik zei af en toe, het moet wel leuk zijn. De lier van een man gaat toch zogenaamd door de maag. Dus af en toe is aan tafel, maar hoe vaak is de vraag? 3 keer op een dag, ontbijt, lunch en diner. Kom op, ik ben niet gierig, ben al tevreden met 2. Vrijgezellig, vrij met jezelf. Hoort toch zijn na een tijdje, want ik ben pas de helft van een relatie met z'n tweeën. Je bespreekt je ideeën, maar nog veel leuker, je mag er s'avonds ontkleden. Met zoveel vissen in de zee zou je toch wel zeggen dat ik mijn haakje er alleen maar in hoef te leggen. Maar als ik ga vissen, niet te missen storm op komst. En lekker te denken, gaat verdemmen, al die olie verdomd. En dan die deksel die op ieder potje past. De fantasie, dat die was een bos nog niet bedacht. Ondertussen smijl ik de wereld tegemoet. En hou ik het erbij dat ik de ware vast ontmoet.